met het audio. Voor degenen die online meekijken op Facebook, laat even weten of het geluid het doet. En dan kunnen wij alvast doorgaan naar de les. We hebben het gehad eerder over taksimatul fi'al. Oftewel de onderverdeling of de onderverdelingen van het werkwoord. En we hebben aangegeven dat er meerdere taksimaat zijn. En een van de taksimaat, de taksim al-awwal, is het opdelen van de fi'al naar al-madi, al-mudari en al-amr. Een andere taksim van de taksimaat, dus de onderverdeling van de onderverdelingen, is het taksim al-thani, het onderverdelen van al-fi'lu ila al-thulathi wa al-ruba'i. Het taksim al-thalith, oftewel de derde, is het opdelen van al-fi'lu ila al-mujarradi wa al-mazid. En een andere taksim weer is het opdelen van de fi'l naar al-sahih al-mu'tal. En sahih kan je onderverdelen verder naar salim, muda'af en mahmuz. En mithal kan je, al-mu'tal kan je onderverdelen naar mithal, ajwaf, naqis, lafif. En lafif kan je onderverdelen naar lafif makroon en mafrooq. Er zijn allemaal manieren om naar een fi'l te kijken. Meerdere aanzichten, als het ware. En vervolgens zijn we gegaan naar een ander hoofdstuk en dat is Isnadul af'ali ila dhamair. Het toeschrijven van de af'al aan de dhamair. En wat we in dit hoofdstuk doen is vervoegen wij eigenlijk alle soorten werkwoorden. En we pakken als basis al-fi'lu sahih al-salim. Dus de normale fi'l voor ons is al-sahih al-salim. Waar geen hamza in zit, geen tada'if, geen harfu illa. Zoals kataba. En vervolgens hebben we het onderverdeeld naar maadi, mudari en amr. En we zien, wat is dit? Dat is niet nodig. Al-Maldi, heb je deze werkwoorden. Anna, ketab toe. Ik heb geschreven. Ketab toe. Ketab na, ketab ta, ketab ti, ketab toema, ketab toem, ketab toenna. Enta, enti, entoema, entoem, entoenna. En dan heb je nog al-Ra'ib, oftewel de derde persoon. En dat is, huwa ketaba, hiya ketabet, huma ketaba. Huma katabata, hum katabu en hunna katabna. Dit is verleden tijd. In de tegenwoordige tijd is het ana aktubu, nahnu naktubu, anta taktubu, anti taktubina, antuma taktubani, antum taktubuna, antunna taktubna, huwa yaktubu, hiya taktubu, huma yaktubani, en vrouwelijk, huma taktubani, en hum yaktubuna, en hunna yaktubna. Dan heb je veel amr. Ente, dus de ente vorm is uktub. Uktub ente. Uktubi enti. Ektuba. Uktuba. Uktubu. Uktubna. Dit is de gebiedende wijs. Dit is de basis. Dus ketaba hebben we als een voorbeeld gepakt. Dit nemen we als basis. En vervolgens zijn er dingen die afwijken hiervan. Een van de dingen die afwijkt hiervan is de fi'lu sahih al-muda'af. En de fi'lu sahih al-muda'af kun je verder onderverdelen naar twee subcategorieën. De fi'lu sahih al-muda'af al-thulathi en de fi'lu sahih al-muda'af. المضاعف الرباعي طيب wat zijn de definities hier bij الثلاثي is het عينه ولامه من جنس واحد عينه ولامه من جنس واحد طيب wat betekent dat عين
als we praten over ein en lam, praten we over de bron. Zo, we hebben nu nog over modarf of zijn we naar de volgende? Ja, we hebben modarf, zijn we. Wat is de definitie? De definitie van het modarf, het thulafi, is einuhu wa lamuhu min jinsin wahid. Dat wil zeggen, de ein vertegenwoordigt de tweede radicaal. Dus de tweede wortelletter. Mm-hmm. En de lam vertegenwoordigt de derde radicaal. Oftewel, de derde wortelletter. Met andere woorden, de tweede en de derde letter zijn hetzelfde. Voorbeeld, shadda. Shadda. En marra. Enzovoort. Radda. Het zijn allemaal voorbeelden van thulathi. De tweede en derde zijn hetzelfde. De tweede en derde letters zijn hetzelfde. Bij al-mudaf al-ruba'i hebben we het over fa'uhu wa lamuhu al-ula min jinsin wahid. Oh, ik heb verkeerd geschreven hier, zie ik. Min jinsin wahid. وعينه ولامه الثانية من جنس آخر. Zoals zanzala. Dus de fa is de, oftewel, dus de eerste. Lamhu al-ula is de derde. Aynuhu is de tweede. En lamhu thania is de vierde. Dus de eerste en derde letter zijn hetzelfde. En de tweede en vierde letter zijn ook hetzelfde. Een voorbeeld, zanzala. Zij, lam, zij, lam. Waswasa. Bakbaka. As, et cetera. Allemaal voorbeelden van. Al-mudaf al-ruba'i. Vervolgens zijn we gaan inzoomen op de ahkam hiervan. Wat is het nou bij. Wat is de hukum van al-ruba'i? De hukum van al-ruba'i is heel simpel. Miflu salim. Miflu salim. Dus al-fi'lu sahih al-muda'af is zoals salim. Met andere woorden, de vervoeging van alles, van verleden tijd, tegenwoordig tijd en gebiedende wijs, is precies hetzelfde als bij ketaba. Dus zalzala en ketaba hebben dezelfde manier van vervoegen. Zalzaltu, ketabtu, zalzaltu. Ketabta, zalzalta, enzovoort. Uzanzilu, aktubu, op die manier. Dus er is niks bijzonders daarin. Wat betreft thulathi, dan komen er belangrijke punten bij. Bij al-madi, dus bij al-mudaaf thulathi, dus waarvan de tweede en derde letter hetzelfde zijn. Bij al-madi heb je twee ahkam. Eén is yajibu fakul idram. En de andere is yajibul idram. Oké, wanneer was het ook weer dat je verplicht hebt om fakul idram te doen? Wat is fakul idram? Losmaken van het damir. Nee, niet van het damir. In dit geval. Losmaken van de tweede en derde letter. Het raam wordt hiermee bedoeld, de tweede en derde letter. Samenvoegen, of het assimileren van de tweede en derde letter. Oh, met shadda of zo. Met een shadda inderdaad. Dus het samenvoegen van de twee letters. Alsof het één letter is. Dus met een shadda. Ja, dat is gewoon idraam, hè? Dat is idraam. En fek is het tegenovergestelde, dus het losmaken ervan. Mm-hmm. Dus idraam is het assimileren of het samenvoegen van twee letters tot één letter.
En vekkul idraam is het tegenovergestelde, dat je het loskoppelt weer. Dat je die idraam die is geweest, dat je die weer loskoppelt. En dat doe je als een damir raf'ain mutaharrik achterkomt. Oftewel... Ik heb hier damir raf'mutassil opgeschreven. Nee, mutaharrik moet het zijn. Wat is een damir raf'mutaharrik? We kunnen even het voorbeeld pakken van ketabah. Kijken. Als we naar ketabah toe gaan. Ketab toe. Toe is een damir. Toe is een damir. Hij is in de plaats van rafa, omdat het een fa'il is. Rafa, hij houdt hier in fa'il, degene die hem uitvoert. En hij heeft een haraka. Oftewel, hij heeft geen sukoon. Dus een toe is een voorbeeld van damir rafa mutaharrik. Dus wat moet er gebeuren dan, als we in plaats van kataba shadda hebben? Dan moet je de dal los, de twee dals losmaken weer. Dus dan wordt het shadad toe. Shadad toe. En na is precies hetzelfde, een damir rafa mutaharrik. Shadad na. Shadad ta, shadad ti, shadad tuma, shadad tum, shadad tunna. Allemaal voorbeelden van damir, raf'i, mutaharrik. Als er echt geen damir achterkomt, of er geen damir raf mutaharrik achterkomt. Wat gebeurt er dan? In dat geval blijft de idraam staan. Ja, precies. Dus dan wordt het huwa shadda. Hiya shaddat. Huma shadda. Huma shaddata. Hum shaddu. En dan hunna is weer. Nun, nun niswa. Dat is een tamir raf mutaharrik. Dus shaddatna. Dus bij, ja, eigenlijk gewoon hetzelfde rijtje als bij ketabe. En in sommige gevallen moet je dan de shadda gewoon laten staan. Dat maak je er één letter van en bij sommige maak je er twee letters van. Dus bij, soms moet je idraam toepassen en soms moet je fekul idraam toepassen. Dus wanneer moet je fekul idraam toepassen? Als een damir raf mutaharrik achterkomt. Hoe weet je precies wat een damir raf mutaharrik achterkomt? Ik weet de definitie wel, maar... Bijvoorbeeld bij Ketab Neda zou ik zeggen dat is geen Raf, toch? Wel, dat is degene die het heeft gedaan. Oh, ja. Raf heeft te maken met de grammaticale status. In dit geval is het de Fa'i. Mm-hmm. Dus hij is Fa'i, dus hij is Marfoor. Dus dat meer Raf is dat. Mutaharrik houdt in dat het een Haraka heeft. Ook is er geen Damir Raf in dit rijtje? Wel, geen Damir Raf. Alle Dama'ir zijn Raf, maar niet allemaal Mutaharrik. Dat heb ik zo even omcirkelen. Ja, bijvoorbeeld die ketabet, die is niet mutaharrik bijvoorbeeld. Even kijken, kan ik dit doen? Niet echt behulpzaam. En dit? Nog minder. Misschien wel onderstrepen ofzo. Highlighten, ja. Dit. Deze. Mm-hmm. Dit is een damir raf mutaharrik. Dit ook. Die niet eigenlijk, toch? Die ketab toem. Ja, toem, toem. En toem, ketab toem. Oh, toem betekent en toem. Het gaat om in damir. Het gaat om damir. Oké, damir en deze nog. En als we even groen maken, kun je het verschil goed te zien, dadelijk. Zo. Maar hier hebben we een damir. Raf Sakin. En hier in dit geval hebben we geen damir. Bij ketabah en ketabet is er geen damir. Dus daar zou je voor zeggen, huwa shadda of zo. Shadda. Dus als er geen damir raf mutaharrik achterkomt, of er nou een saakin, of damir raf saakin is, of geen damir, in dat geval is het
met idgham. Oftewel het samenvoegen van de twee letters. Kijken of er vragen zijn inmiddels. Oké, mocht er nog vragen zijn, dan hoor ik het. Dat is de regel. Dan ga ik even naar de boeken toe. En dan gaan we nu naar de tweede categorie. En dat zijn de Moldariër. Oké. Okay. En ik pak hem even bij. Dus als we nu gaan naar Damir. Damir Rahmat Harlik. Dus hier moeten we verder gaan. Weghalen. Dan gaan we hier ook echt verder. En we gaan verder met Moldariër. En de Moldariër heeft drie ahkam. Laat ik hem iets verder. Iets verder doen. Zo. Moldariër. Waar hebben we het nu over? Waar zijn we nu? Zij bij al-fi'lu, al-sahih, al-mudaaf, al-thulathi en dan al-mudari'. En dan, als we dan gaan kijken, hebben we drie ahkam, of drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is, yajibu. Fekku al-adram. Fekku. Al-adram. De tweede is yajibu. Zo verplicht. Al-adram. En de derde is yajuzu. Al-idram. Al-idram. Wal-fak. Dus yajibu al-fak al-idram is één mogelijkheid. Andere situatie is het yajibu al-idram. En de derde mogelijkheid is yajuzu al-idram wal-fak. يجب فك الإدغام يجب الإدغام ويجوز الإدغام والفك يجب فك الإدغام إذا اتصل بنون النسوة. Dus wanneer is dat? Onder andere, إذا اتصل بنون النسوة.
يجب فك الإدغام إذا اتصل بنون النسوة. يجب فك الإدغام. Dus het is verplicht om de Edgham uit elkaar te halen als er Noon Niswa komt. Wanneer komt er een Noon Niswa achter? Vrouwelijk is. Als vrouwelijk is, dat sowieso. En dat is bij één geval hier. In de tegenwoordige tijd. In de tegenwoordige tijd hebben we dat bij twee gevallen. En toen tektubina en hunna yektubina. En toen en bij hunna. Bij en toen en hunna, inderdaad. Dus wat gebeurt er? Bij nun en niswa. Dus bij en hunna en toen. Of en toen en hunna. Laten we even een voorbeeld pakken. Shadda. Je should do. Dus? Wat denk je shadda eigenlijk? Shadda is verharden. Shadda. Ja. Als je dan zegt, I should do is ana. Maar als je zegt hunna, zeg je? Je shuddna. Het voorbeeld hiervan is hunna even andere kleur pakken. Hunna, is het lezen? Ja. We hebben hier goed beeld. Hunna yesh doodna. Hunna yajdudna. In plaats van hunna. Als je dan weer naar ketab hebt vertaald. Hunna tektubna, denk ik, hè? Yektubna. Ja, yektubna. Yaktubna. Dus in dingen inderdaad, hunna yaktubna. Maar bij een mudaaf, een thurafi, een mudari', is het hunna yajdudna. Dus wat zou het normaal gesproken zijn? Met een idraam. Maar die idraam is losgekoppeld. Yajibu fakul idraam ila tasla bi nun niswa. En nun niswa komt erbij als je hunna en entunna gebruikt. Duidelijk? Mm-hmm. Oké. Okay. Wanneer is het verplicht om idraam toe te passen dan? Idraam is verplicht om toe te passen. Als, even kijken. Jawel, ik ga hem omdraaien. Ik ga hem eerst dit doen. Dan is het makkelijker om gewoon aan te geven. Oh, niet dit. Ik ga deze omwisselen. Dat is zeker al het overige die ene. Precies. Dat komt goed uit met hoe ik het hier opgeschreven heb. Dat past er wel tussen. Oké. Okay. Yajuzu al-idgham al-fak. Wat betekent yajuzu al-idgham al-fak? Toegestaan om beide te doen. Dus je mag beide kiezen, inderdaad. Wanneer is dat? Je juzu al-idgham wal-fak ila usnida ila ism zahir aw damir mustatir wa kana majzuma. Oftewel, als hij majzum is. Maar je zei net al het overige, toch? Nee, dat is de tweede. De laatste. Ja, ik heb het omgewisseld. Mm-hmm. Zal even kijken. Zet hem even op het zwart weer. Wanneer is dit? Ida. Tassala. Ida lam yattasil.
إذا لم يتصل بآخر شيء. Wacht even, uit hoeveel categorieën bestaat deze dan die Yajuzu? Eentje. Oh, Wakana met zoomen. Als er niets achter komt en het is met zoomen. Ja. En jazm is een van de statussen, is een Nahu-status. Ja. Als hij met zoom is, ik zal even een voorbeeld erbij zetten. Ik zal hem iets sterker kleuren, pak oranje. Misschien beter. Een voorbeeld hiervan is een lem. Je murkna. Muhammadun. Of lam yamrur Muhammadun. Beide zijn toegestaan. Dus lam yamrur. Dus hij heeft een shadda, dan krijgt hij een fetha zelfs. Maar dat is niet een fetha van een i'rab, maar het is een fetha omdat er anders twee sukoons naar elkaar komen. En de andere is lem yemroor Muhammadun. Van het werkwoord marwa yemroor. Wat betekent dat? Langs gaan. Okay. Dus langs lopen bijvoorbeeld. Lem yemroor. Lam yamurra Muhammadun en lam yamroor Muhammadun. Beide zijn mogelijk. Betekent dus Mohammed is niet langsgekomen of langsgegaan. Ja, precies. En dan heb ik in dat overzicht laten zien bij de mondari, bij die werkwoorden, welke dan in welke groepen vallen. Kijk, Yamurla is de Hua-versie, maar dit is lem. Een lem is een speciale. Ja, oké, okay, klopt. Dus lem yektub is het. Dus die kunnen er allemaal in vallen als je lem voorzet. Ja, ja. Lem yektub. En dit is als er niks achterkomt. Dus van degene die er waar niks achterkomt, kan ik wel even aangeven. Hier. Die lem je tassen bij RGC, ja. Waar lem voorkomt. Dus dat zou, even kijken, dat zou deze zijn. Kan ik hem highlighten? Wat was de highlight? Oké, okay. Hier. Die lem je tassen bij RGC is deze. Ja, precies. En de volgende ook. De nektubu. Ja, nektubu. En tektubu. Wacht even, nektubu. Tektubu. Die volgende niet, en die daar ook niet, en de hele rijtje niet meer. En Yektubu. Ja. En die volgende. En Tektubu. Dat was het, denk ik. Ja, dit zijn de dilemmatas bij RGC. Ja, en als daar dus lem voorkomt, precies. Dan valt het in die groep. Dan mag je zelf kiezen eigenlijk, ja. Of je hem samenvoegt of niet. Precies, bij Mudaf en Thulathi mag je zelf kiezen inderdaad. Ja. Ja? Top. Ga verder. En dan komen we bij al-idram, yajibul idram. En dan zeg je gewoon, heel simpel. Oh, juist kleur pakken. De rest. Firairi dadelijk. Firairi dadelijk, ja. Yajibu. Yajibu al-idram.
Firayri Dalik. Zoals. Nog niet lem. Enter. Tamorgo. Home. Yamorgoon. Oh, dan Yam in plaats van te. Hm? Waarom is dat dan Yam in plaats van te? Home. Oh, ja, oké, dat is een andere vorm. Ja. Dus hier zie je, de raam is er. Ja, je hebt nou gewoon meerdere voorbeelden opgeschreven. Ja. Ja. Oh, ja. Uitgezoomd. En op de lied. Zou wat zijn. Oké, dus dit is bij El Mudari van. Veel en Sahih El Mudari, Thulafi El Mudari. Ja. Dan blijft nog een klein beetje ruimte over, hoop ik. Deze kan ik een beetje opschrijven, denk ik nog. Deze een beetje opschrijven zo. Ja, dat kan ik in mijn schrift niet doen, joh. Weet ik. Ik zet even een streep hier tussen. En nog een streep hier. En dan komen we bij. Zetten weer. Zo. Een klein beetje inzoomen. Meer controle. En dan verder. Dus heb je El Madi, El Mudar en El Am. Hoeveel groepen vallen onder Amr? Hm? Hoeveel groepen vallen onder Amr? Ik zal hem iets kleiner maken, schrijf het gewoon. Daar hebben we El Amr, hoeveel je hoeveel groepen? Nee, net dat we bijvoorbeeld 3 onder Mudar hebben. Hoeveel krijgen we er hier? Hier krijgen we er. Ook 3. Okay. Het is eigenlijk hetzelfde als net. En wat we hebben gedaan bij Amr. Amr heeft altijd 5 vormen. Je hebt de Enta, de Enti, de Entuma, de Entum en de Entunne. Mm-hmm. Nou, bij deze is het zo dat het precies op dezelfde manier gaat als bij El Mudara. Dus Aladi Lemmiet als je bij RGC, of sorry, Aladi kennen met Zuma, Juzu Fihi, El Fakku El Idram. Dus ik zou zeggen, bij de Enta-versie, dat is misschien makkelijker om het zo te schrijven, bij Enta. Yajuzu al-idram al-fak. Ja, die gewoon die 5 vormen opschrijven, toch? Ja, is misschien makkelijker inderdaad. Daarom doe ik dat. Yajibu, of Yajuzu al-idram wa Yajuzu al-fak. Daar bij Anti. Yajibu al-idram bij Antuma Yajibu al-idram.
bij Anthem. Is het Yejibu Eledra? En bij Antunna is het Yejibu Fekul Eledra. Ja? Ja. Oké. Dus dan zijn we klaar met al-fi'lu al-mudaaf. Isnad al-fi'li al-mudaaf ila al-damir. Dan hebben we die gehad. Laten we even uitzoomen. Kan je zien? We hebben het gehad over Sahih Salim, dat is de eerste. Daarna Al-Fi'l Sahih Al-Muda'af. We hebben onderzoek naar Thalathi en Ruba'i. En we hebben uitgelegd dat Ruba'i hetzelfde is als Salim. Dus dat is dit. En Thalathi heeft speciale regels. Die hebben we nu uitgewerkt. Maar nu gaan we ook die andere categorieën toch behandelen, toch? Ja, nu gaan we verder. En dat woord. Al-Fi'lu Al-Mahmuz. Al-Fi'lu Al-Mahmuz. Dus doen we gewoon hieronder. En deze. Kan je die groter maken? Nee, beter. Oké, dus dit is de eerste onderverdeling. Het is echt wel handig als ik dit in één keer kan klein maken. Sommigen zijn wat. Dit. Het is een apart hoofdstuk. En dit. Even kijken. Oké, dus hier hebben we wat meer ruimte gecreëerd. Als we deze nog een beetje naar rechts schrijven. En deze wat langer maken. Of dit werkt. Of dit, misschien moeten we dit doen. Zo.
het lukt wel. Een beetje wennen nog aan dit. Maar volgens mij, als we het eenmaal goed hebben. Zo, dit stuk. Bijna helemaal goed. Zo. Dus nu zijn we bezig met het onderwerp is dat de fa'ali ila dhamair. We hebben dus fi'l sahih salim gehad en fi'l sahih al mudaf. Wat komt er daarna? Mahmoud. Dus dit, eigenlijk kunnen we dit nog groter maken. Dan doen we die een beetje van elkaar af. Dan kunnen we dit stuk verder uit elkaar zetten. Ik moet zeggen, het is wel een fijne tool, dit. Dan maak ik deze nog groter. Deze. Deze. Dat is eigenlijk het totaal overzicht van al die groepen, toch? Ja. Dan heb je hier, dus dit mag nog steeds groter. Het moet wel een beetje een verhouding zijn, net als die had, veel te klein. Zo. Top. Oké, en dan wordt dit is een subcategorie van dit allemaal. Dus dan kan ik die pakken. Dan kan ik hier een lijntje trekken. Zo. Oké. Dus dit is net de ervaring dat dan wel hier. Dan heb je Salim. Dan heb je een Mudaf. En dan heb je nog de andere. En dat is Mahmoud. Dus wat ik eigenlijk moet doen is deze kopiëren en dan weet ik precies hoe groot alles moet zijn. Zo. Dan ga ik even inzoomen. Oké. Dus. In plaats van een mudaf, sahih en mudaf, moet het zijn al fi'l sahih al mahmoud. En deze, de rest kan ik hier weghalen, want deze is best wel makkelijk. Hij is best wel makkelijk, hij heeft niet zoveel, in beginselen is hij hetzelfde als Salim. Ik ga even terug hier. Kijk, een mudaf. Type al-fi'l mahmoud. Wow. De eerste waar we mee beginnen is, wat is het? Wat is al-fi'l mahmoud? Met een hamza, toch? Ja. Al-fi'l mahmoud is een fi'l die een hamza heeft. Een hamza kan aan het begin van het woord zijn, zoals ekele. Of aan het midden, zoals sa'ala. Of aan het einde, zoals qara'a. Alle drie zijn mahmoud. وهو الذي أحد حروفه همزة. Dus waarvan een van de letters een hamza is. De hamza is dus de letter hamza. الفاء أو العين أو اللام. Dus de eerste, de tweede of de derde letter. وحكمه عند إسناده إلى الضمائر هو نفس الحكم الفعل السالم. Dus hij is precies hetzelfde als Salim. أي لا يطغي فيه شيء. Hij verandert niks. في الماضي وفي المضارع وفي الأمر. Maar. Een voorbeeld hiervan is qara'a. Qara'a, precies hetzelfde als kataba. Qara'a, qara'a, qara'tu, qara'ta, qara'na, aqra'u, taqra'u, taqra'ina, iqra',
Iqra'i enzovoort. Precies hetzelfde. Maar, wat hij hier zegt is, غير أن هناك بعض الأفعال المحموزة لها أحكام خاصة في بعض في بعض تصاريفها نعرضها على نحو التالي. Okay. Dus hij zegt, alleen er zijn wel een paar afعال die محموزة zijn, oftewel die een hamza hebben, die een aparte regel hebben. Er zijn maar een paar, dus maar een paar werkwoorden. Dus niet categorieën, maar werkwoorden. Gewoon een paar werkwoorden die een hamza hebben, hebben specifieke regels. Dus wat zijn die, wat zijn de werkwoorden daar die een aparte regel hebben? Nou, we beginnen bij de bovenaan. En dat is akhadha en akala. Schrijf ze apart op. Akala. Dus akhadha en akala. Voor deze verandert er iets. Wat verandert hier? Voor deze twee? Tuhdafu. Tuhdafu. Een hamza. Dus de hamza wordt weggehaald. Een hamza. Fi. Sirati. En sira betekent de vorm. Sirati al-amr. Dus bij al-amr wordt de hamza weggehaald. Dus je zegt niet, oh, cool. Maar je zegt cool. En je zegt niet goed, maar je zegt goed. Dus goed van akhada betekent nemen en akhada betekent eten. Als ik wil zeggen tegen iemand eet, zeg ik cool. En zeg niet cool. En als ik wil zeggen neem of pak, zeg ik goed. En niet goed, wat volgens de stelregel zou moeten zijn. Want er is oktub goed. Oktub, okul. Maar de hamza wordt weggehaald, dus wat blijft over? Goed en cool. En het geldt dus ook voor de rest van het rijtje. Dus bij enti is het goedi en kuli. En kula, als ik tegen twee mensen zeg ga eten, zeg kula. Als ik tegen een groep zeg, zeg kulu. En tegen een groep vrouwen, kulna. Dus er is geen hamza meer. Die wordt dus weggehaald. Okay. Dan hebben we twee andere werkwoorden, namelijk amara en sa'ala. Amara, dus nummer 3 en nummer 4, zijn, welke zei ik? Ik zei niks. Nu welke zei ik? Amara en sa'ala. Amara en sa'ala. Wat gebeurt er met amara en sa'ala? Bij amara en sa'ala
تحذف همزتهما في سيرة الأمر أيضا. Hierbij تحذف الهمزة في سيرة الأمر. Maar dat is gewoon hetzelfde, toch? Ja. Ida kana fi awwal kalam. Ida kana fi awwal kalam. Als het eerste woord is in een zin. Als het de eerste woord in een zin is. Dus bij de andere is het altijd. Maar bij deze is het alleen als je aan het begin van de zin zit. En trouwens niet alleen als je aan het begin van de zin zit. Maar dan is het sowieso het geval. أما إذا كان قبلها كلام فيجوز حذف الهمزة ويجوز إبقاؤها. Dus تحذف الهمزة في صيغة الأمر إذا كان في أول الكلام en als je niet في أول الكلام is إذا لم يكن إذا لم وإذا لم إذا لم يكن في أول الكلام ماذا gebeurt er dan? يجوز حذف الهمزة is toegestaan om de eerste hamza, om de hamza weg te halen. Als hij niet aan het begin van de zin staat. Bij de eerste, toch de hamza toe, viseert al amra. Altijd. Dus of nou aan het begin van de zin staat of niet aan het begin staat. Bij akhada en akhada zeg je altijd kul en goed. Zeg nooit o goed en nooit o kul. Terwijl bij amara en sa'ala zeg je wel is'al en soms zeg je sal. Wanneer zeg je sal? En het begin van de zin zeg je altijd sel. Ik kan niet zeggen is'al. Is'al aan het begin van de zin is niet correct. Je moet zeggen sel. Omdat in het begin van de zin wordt de hamza weggehaald. Wordt het sel. En amara ya'muru mur. Mur is beveel. Mur. En dat zeg je dus aan het begin van de zin. Als je niet aan het begin van de zin staat, kan je zeggen is'al en mur. En je kan zeggen cel en mor. Dus beide zijn mogelijk. Maar aan het begin van de zin moet hij weggehaald worden. Oké. Okay. Dus schema helpt wel echt voor het overzicht, man, serieus. Ja. Het voegt echt veel toe, misschien. Oké. Okay. Dus dat is met al-fi'l sahih al-mahmuz. Dan hebben we nog een paar af'aal die nog niet genoemd zijn. En die zijn eigenlijk een beetje, die hebben eerder behandeld, maar zijn een beetje de vreemde eend. En dat zijn ra'a en ara. Want eigenlijk vallen ze niet onder sahih. Als je kijkt naar ra'a. Dus het klopt. Mensen die het opvalt. En die scherp genoeg zijn en zeggen van, wacht even. Ra'a heeft een alif. En alif is een hafwa'illa. Een hafwa'illa valt niet onder mahmuz. Waarom noem je hem hier? Ik noem hem hier omdat het boek hem zo heeft genoemd. Hij heeft wel een hamza. En het gaat om de hamza hier. Maar in principe is dit niet, voldoet hij niet aan de term sahih. Sahih is een subcategorie, al-mahmuz is een subcategorie van sahih. Of we moeten de categorieën niet zo ver onderverdelen. Maar dat is weer een andere discussie. Ra'a.
هذا تحذف همزته في المضاف الأمر وتبقى دائما في الماضي. بس هيكم بس تحذف الهمزة في المضارع والأمر. Kijk of er vragen waren. Okay. Ja, alle situaties van modale en emmer met vuurvelten. Dus ra'a, yara. Niet yara, maar yara. Lem yara. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. طيب أرى is een andere en de hamza تحذف الهمزة. Dit is gewoon heel simpel, onthoud deze. Bij Ara. Ara is dan een vorm die al weggehaald is. Toch defu. El Hamza. Oh, wacht, die enige gaat alleen voor de eerste, die Hamza. Kijk, Ara. Toch defu Hamza, de iman. Oh, okay. Altijd. Asluhu. De asel van deze is ar-a. Dit werkwoord bestaat niet eens. Maar de asel zou zijn ar-a. En zelfs bij ar-a is hij dus weggehaald al. Hij wordt altijd weggehaald. Dus bij maadi mudaf ila amr. Dus dit is het fi'l sahih al-mahmuz. En de hukm is, dat moet ik eigenlijk wel opschrijven. Hamza wordt in sommige situaties weggehaald. Ja. Maar standaard hukum is huwa miflu miflu salim. En dan illa behalve أخذ أكل أمر سأل راء أرى. Die wijken af. Die hebben afwijkende regels hiervan. Dit was het voor El Mooster. Ja. We gaan naar Mortel. Ja, naar Mortel. De snelle afhaal in het damair. Dan heb je dus el fi'l salim, sahih al mudaf. En al-sahih al-mahmuz. Dan komt inderdaad de volgende. En de volgende is. Even kijken. Eigenlijk moeten we hier twee subcategorieën van maken. Toch? Waarvan? Moeten we zeggen van. Oh, zo dat je de eerste sahih en dan moorten. Ja. Ja, oké. Okay, dan doen we dat. Dan pakken we deze allemaal. Dan gaan we naar rechts. Iets verder naar rechts, denk ik. Zo. Dan zijn we hier. Zo.
Zo. En dit is dan Zahir. Dus heb je hier El Velo Zahir. El Velo Zahir. Die kan vervolgens naar deze drie gaan. Ongeveer, was dat mooier, toch? Ja. Nee, deze is een beetje doorheen, maar... Goed, dat is wat erbij. En dan heb je... Vervolgens kom je bij... El Fialo. El Mu'tal. Gaan we nu naar de eerste toe. En dat is... Veel verder ingezoomd. Op deze, op dit niveau. En dat is Mithal. En Mithal. El Fialu. El Mithal. El Fialu. المثال. Oké. Wat is de hukum met betrekking tot een mithal? Als de vraag een harf illa is, dan valt hij hieronder. Als de vraag een harf illa is, dan valt hij hieronder. Ja. Dus de definitie van een mithal is: هو الذي فاؤه واو او ياء. De alif kan nooit aan het begin van de zin komen, dus zo wou of een ja. Zoals wasafa en ja'isa. Wasafa en ja'isa is een voorbeeld. Dus de eerste letter is een wou of een ja. En dan heb je natuurlijk weer, dus als je een mithal hebt, en je gaat weer kijken, dan heb je natuurlijk drie categorieën. Je hebt El Madi. El Madi. Wat is de hukum van El Madi? De hukum van El Madi is... Heel simpel. Miflu. Salim. Miflu Salim betekent dat er niks verandert. Dus Miflu Salim betekent dat je wasafa net als ketab hebt vervoegd. Wasaf toe, ketab toe. Wasaf na, ketab na. Enzovoort. Bij El Madi verandert er niks. Vervolgens hebben we El Mudari. المضارع en daar is er wel wat veranderd en zeg nog eens geldt voor modar en ammer dus voor dezelfde regels ja dezelfde regels voor ammer dus dan zal ik die even ook opschrijven natuurlijk opschrijven. Dat is iets te veel. Zo. Oké. Zo. Wat is de hukum van de mudari en amr bij een mithal? Type.
hier gaan we nog verder opdelen. Iets kleiner maken. Fa'uhu. Ja, de fa. Met fa bedoel ik gewoon eerste letter. Dat praat een sarf over. Dat is weer terug helemaal naar het begin van de mizan sarfi. Fa'ala. Fa is de eerste letter, ayn is de tweede letter, lam is de derde letter. Dus fa'ul kalima is de eerste letter. Is de fa'uhu een ja? Oftewel is de eerste letter een ja? Dan. Is het? Miflu Salim. Salim ben ik wel op je uitzondering. Precies. Als de fa, oftewel de eerste letter, fa uhu, een wauw is, dan hebben we de volgende regels. تحذف في المضارع بشرطين dus hij wordt weggehaald in de مضارع met onder twee voorwaarden. شرط الاول oftewel die fel of eigenlijk de wauw in dit geval wordt gewoon weggehaald dan toch. De wauw wordt gewoon weggehaald eigenlijk niet meer. Ja, de wauw wordt weggehaald. Dus de wauw wordt weggehaald. Toch daarvoor el wauw. Oftewel de fa. Fi modar bi shartain. Wel met twee voorwaarden. De eerste daarvan. En yakun al madi. Of ik kan beter zeggen maaldehi. Zijn maaldi. Dus van de modaar de maaldi ervan. En yakuna maaldehi. Thulathiyan mujarrada. Thulathiyan. Mujarrada. Wa yakuna maaldehi. Thulathiyan mujarrada. De verleden tijd en vooruit is waar niks aan toegevoegd is. Precies. Zoals wasafa. Maar als wijs aan toegevoegd is. Kijk, hij kan ook... Maar wacht even, wasafa, we hadden het nu over modare en emmer, toch? Ja. Maar in de modare wordt hij weggehaald, wordt de fa weggehaald als de madi ervan vanaf mujarrad is. Zoals wasafa. Wasafa is een voorbeeld daarvan. Wasafa heeft drie letters, niks aan toegevoegd. De vorm Thulathi is en er is niks aan toegevoegd. En Shart Athani? En Takuna? Ainu? Ainu al-Mudari? De eind van de modare, oftewel de tweede letter van bij een modare, moet dan een kisra hebben, maksura. En takuna eind van de modare, maksura. Maksura ten. Dat is natuurlijk vrouwelijk. Maksura ten. Alhoewel, het is niet echt vrouwelijk, maar genoeg. Dus en te koenen en een modari maksurat. Dus snap die eerste nog niet, Moussa. Want in de verleden tijd kan een werkwoord gewoon meerdere vormen hebben, toch? Nee, maar hij heeft er maar één. Hij is maar één iets. Je wilt gewoon de basisvorm eigenlijk. De basisvorm. Gewoon de hoe. De hoe-versie, inderdaad. Okay. Die moet, de drijfje moet je ook wel zijn. Want men ziet, het heeft niks te maken met Damira.
Maar het is nog nooit, die vorm is nog nooit meer ziend. Welke? Die basisvorm van hoe, hè? Jawel. Ja? Kun je een voorbeeld geven? Ja, is Istaghfara. Oh, oké. Takallama. Enzala. Allemaal werkwoorden, hoe vorm verleden tijd. Maar hij is niet, er staan drie letters, maar er zijn dingen aan toegevoegd. Mm-hmm. En er zijn meerdere zelfs. Je hebt fa'ala, zoals wahada. Je hebt fa'ala, zoals qatala, jahada. Dus het gaat echt om die korte basiswoordjes. Ja, het gaat om de Mujarrad versie, de Mazid versie. Ja. Want de Mazid versie, ik ga weer terug naar het hoofdstuk daarvan. Die hebben we niet zo ver uitgewerkt hierin. Maar die hadden we wel verder uitgewerkt in de dingen. Dus misschien komen we daarop terug, gaan we die hier verder uitwerken. Mm-hmm. Maar die zijn er dus wel. Zoals Wasafa. Wasafa met een alif. Daar is, die is in Mujarrad. Die is Mazid. Als hij Mazid is, valt hij niet onder deze hukum. Dus hij de wauw vervalt niet in een mudar in dat geval. En die is in tweede letter met de kessler hebben. Ja. Oh ja, het is bij de mudar. Okay. Bij de mudar zelf. Ja. Dus waratha yaritho. Ja. Dus warafa is een voorbeeld. Warafa yaritho. Wat gebeurt er? De wauw is weg. Dus normaal gesproken zou je zeggen jouw rito. Maar hij is jarifo geworden. De wauw is weggehaald. Ja. Dus hij is voldoet aan deze twee voorwaarden. Of hij voldoet aan deze twee voorwaarden. En er zijn een paar die niet voldoen aan de voorwaarden, maar toch waarvan de wauw wordt, waar toch de wauw van wordt weggehaald. En dat zijn zoals wasi'a, wati'a, wahaba, wada'a, waqa'a en wada'a. Daar wordt hij bijvoorbeeld weggehaald, daar wordt hij toch bij weggehaald. Oké, ze zijn tuhdafu fi al-mudari' bi shartayn wa tuhdafu 'inda of bi fi en schrijf gewoon een paar op. 1 wasi'a 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 2 wasi'a وطئة وهبة وضع en nog twee andere en dat zijn وقع وضع وقع Ik kan even geen verklaring geven waarom deze dan niet onder. Waarom dus het niet een aparte categorie is. Of dat. Waarom die voorwaarden dan er zijn als er toch anderen zijn die niet aan de voorwaarden voldoen. Je hebt altijd uitzonderingen in de arms. Ja, precies. Maar goed. Maar waarom de uitzondering. Waarom het uitzondering is en waarom niet gewoon de regel is. Goed. Dan zijn. Dus volgende keer gaan we verder met. Dus
De volgende keer gaan we hier verder. Hier verder. Heel slecht geschreven. Hier verder. Met Edgeworth. Oké. Okay. Voor degenen die mee aan het kijken zijn. Volgende week zijn we weer inshallah. Volgende week donderdag. En dan zien we jullie weer. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.